Yo, kijk van IMT. Vandaag met een nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon 3. Ik vind deze game ondertussen echt zo leuk te vinden dat gewoon in één stuk door blijft gaan. Jullie geloven het of niet, maar het is echt zo. Oké, dus ook in die volgende familie nog wat dus troep. Reuze gaat in dat dit kapot. Wat doet die monteur dan? Wacht op een taak. Waar ben ik met mijn muis? Loopt. Je moet niet lopen, je moet dingen repareren. Wat de fuck doe ik dan? Oké. Zal wel. Wanneer kwamen zij? Komt aan op 29 juni. Dus over 5 dagen, 6 dagen. Wauw, tellen is ook onmoeilijk voor mij. Dus in 3. In 2. En in 1. En 0. Daar komt zij. Waar gaat ze nou maar naartoe? Maar we gaan haar gewoon volgen. Waarom ook in die attracties? Alleen maar rondjes loopt. Met maakt van je park geïnstalleerd. Wat de fuck wil je nou gaan doen dan? Oké, die attractie is te duur voor haar. Oké. We gaan ook in een attractie. Achterlijke. Dus ik heb zo meteen deze missie gefaald dat jij dus nergens in bent gegaan. Dat ik heb gewoon... Oké, daar gaan we. Oh, dat kan ook. Maar dit gaat straks motion sickness opleveren bij jullie. Ik zie dat het allemaal van plan is, maar... Ik moet wel een beetje gaan opschieten, want een beetje sjaak. Come on, game. Schiet op. Investeer in de tijd, 20 dagen. 50% klaar. Twee monteurs. Ja, je moet zo snel mogelijk die attractie hier gaan repareren. Anders gaat het park eronder dankzij jou. Ga je het ding nou repareren, ja of nee? Ja, ze gaat die kant op. Ik vind dat het iets langzamer. Oké. Ik wil vertalen voor het reuzenrad. Oké, dan ga je dan maar iets goedkoper voor jou. Dat is zo duur. Jezus, ik ben zo teleurgesteld. Oh, jij bent zo gierig. Jij loopt te zeuren dat wij te duur zijn, hè? Kijk. Waarom staat hier? Koopvoorkeur. Duur. Dat vindt zij te duur. Deze game is weer broken as fuck. Maar je raadt het park wel af, maar waarom blijf je wel in mijn park rondwalen? Ik snap het niet. Maar laat dan nog gewoon het park. Goed zo. Je hebt ook heel veel bezoekers kwijt. Kan ik even aanklagen? Dank je. Zo, salty Ido incoming. Nu ondertussen tijd voor. Even zien. Dit gaat echt weer een rib aan mijn lijf kosten. Maar ik kan ook nu niks uitgeven, want het kan zo meteen zijn dat iemand komt die een achtbaan wil hebben. En als iemand een achtbaan wil hebben, dan kan ik dus weer niks doen. Dat is best wel een probleem. Hey, je moet even een cameraatje. Je ziet het ook. Maar ik ben erg donker weer laten dan is de plaats zijn. Ja, zo krijg ik van die melding, dat ik ook nog maar doen. Bam. Bam. Zo worden mensen wat blijer ervan. Hun nog graag willen. Maar het is wel voor dat eventjes. Mensen vermaken zich prima in je park. Ga vooral zo door. Ik hoor daar laatst een beetje enthousiasme nog eruit slopen. Laatste kleine beetje. Wat willen ze nog? Ik kan het bij de tenen zien huren. Hey schatjes. Ik ga gauw naar Ed Magnaat Leerling. Om wat souvenirs met avontuurthema te scoren. Ik spring er bovenop. Zie je, daar was dus nuts. Dat is wat ze zei, by the way. Ik spring er bovenop. Zie daar maar eens tussen te komen. Nee, als jij bovenop mij springt. Nee. Niet voor YouTube. Wat wilden ze? Avontuur. Het avonturenthema. Je kan wel hier, maar niet daar. Wat is dat voor bullshit? Oké, ik heb eens. Dit is ook trouwens broken. Want waarom spannen hier random mensen? Waarom? Weet jij? Oké, what the fuck. Dus ik kreeg al een tiener. Zo. Dus ik ben met entertainers. Personeel. Parkdiensten. Nee, personeel was dat. Entertainers. Plop, plop, plop. Oké, wat vind jij? Dat is eigenlijk best wel happy eigenlijk. Oké. Weird shit. Ja, ik ga gewoon rondlopen. gewoon thuis. En niet zo kinderachtig. Oh, influencer. De movement is al zo heel rent. Wacht even. Zie ik dan al goed? Dat haar staart geglitcht is. Wacht, dit lijkt op een elastiekje, hè? Als je zo kijkt. Dat is het gewoon niet. Het haar is voor mij gewoon geglitcht. Ja, het haar is gewoon geglitcht. Ik zeg nou eigenlijk niet wat glitchen op mijn scherm. Jeetje. In dit park geen apenstreken. Ik heb zo'n leuk souvenir gevonden met avonturenthema dat warm houdt tot mijn volgende bezoek aan Zuid-Amerika. Vinden mensen dus van. Koop daar. Ah. Ik zeg dat ik hier uit wil. Als goed kan, als alles nog een beetje stijgen. Hey, zijn we weer 1% hoger. Oh nee. Daar gaan we voor. Oké, er komen weer meer mensen aan. Jij bent niet zo happy, hoe komt dat? Wat gaat er mis? Ik heb honger. Het zijn eetkraampjes. Ik moet naar de wc. Ja, daar ga je. Ik heb iets gehaald. Minimaal 300 mensen in je park. Dan moeten mensen nog happier worden. Ik heb de hik. Volgens mij. Dat is niet zo handig. At die moment. Maar ik moet trouwens ook aan mijn stem langzaam maar raar beginnen te doen. Dus daar ga ik ook zeggen, laat een like achter, je niet abonneren. Tot de volgende keer. Doeg!